Goeiedag iedereen, Tutterneuzen. Ik ben hier aan de ingang, dus meer bepaalde locatie van de N290, dan even verder het hospitaal. Er is een lichte motregen in Terneuzen, ook wel veel wind. Even verder is ook het voertuig te zien van de lijn 10. Dus op zaterdag wordt de bus lijn 10 vervangen door deze minibus die zo dadelijk hier zal langskomen. Dus dat is ook één bus per uur, maar wel van het stadhuis tot Kloosterzande. Dus in Kloosterzande, als je naar Hulst wilt, moet je daar een taxi reserveren 2 uur vooraf, om dan je overstap te doen tot Hulst. Dus op zaterdag niet zo evident, maar als je alleen bent, ja, je kan het wel enerzijds inplannen. Met kinderen is het wel lastiger, omdat je dus feitelijk 2 voertuigen moet nemen. Dus eerst het busje en dan vervolgens de taxi. Dat is wel een speciaal tarief, maar bon, het is handiger van 1 voertuig te betreden en dan ook wel uit te stappen. Ik ga hier nog enkele sfeerbeelden. Dus het drukke kruispunt hier heb je dus de mogelijkheid naar Axel te gaan langs de linkerkant. Ook richting Van Sas van Gent, ook wel richting België. Het weer is verslechterd. Er is een fellere regen momenteel. Toch niet meer motregen, maar toch wel redelijk een redelijke regenbui. Het is ook wel volledig grijs hier. Dus de locatie hier is 4 kilometer van Zaamslag. Dat is 10 kilometer van Vogelwaard en naar Hulst 17. Ik ben nog even aan het wachten dat het busje hier langskomt. Zo, het busje is terug vertrokken van de halte Ziekenhuis Zorgzaam. Dus dit is geen buurtbus. Dus dat is wel degelijk de lijn 10 van Connexxion. Ik zeg, een buurtbus rijdt ook met dergelijke voertuigen, met van die kleine busjes. Zo, hier nog even mooi in beeld. En er zijn wel 2 reizigers mee. Dus het wordt wel degelijk gebruikt, het minibusje. Dus 2 reizigers tot eventueel Kloosterzande. En dan je overstap met de taxi. Ga je spontaan naar Kloosterzande en heb je die taxi niet gereserveerd, ja, dan kan je niet weg. Dan moet je helaas minimum 90 minuten wachten of 2 uur. Soms is de regeling veranderd naar 90 minuten vooraf. Zo, dat was hier een blik op de locatie van Terneuzen op deze 13 november 2021.